voor zover terug hebben kunnen vinden in de boeken, zijn we 1842 begonnen. Een overgrootvader die is met een schoenfabriek begonnen. En in 1962 zijn 5 broers, de generatie van mijn ouders, mijn ooms, die hebben een kinderschoenfabriek gestart. De kernactiviteiten van Vergassen Shoes is natuurlijk, de kernactiviteit is het maken van kinderschoenen. Maar dan mooie, hoogwaardige kwaliteit. Daar hebben we 3 bedrijven voor. Bedrijf 1 is Bunnies met de merken Twins en Trekzaal. Dan maken we kinderschoenen tot op een maat 42 in de laatste nieuwe materialen, mooie materialen, goede pasvorm. Allemaal in minimaal 2 tot 5, 6 verschillende wijdtes. Tweede bedrijf is Brakkies. Gewoon leuke, maffe kinderschoenen. Is paarsmode, dan maken we paars. Is zilvermode, dan maken we zilver. Zijn hakkenmode, dus we passen ons heel snel aan de mode. En we zitten in het middenprijssegment. Het derde bedrijf is Private Label. In opdracht van grote partijen, kleine partijen, maken wij schoenen die we exclusief voor hun op de markt brengen of exclusief aan hun doorverkopen. Het leuke van kinderschoenen is gewoon dat je ieder half jaar opnieuw begint met het samenstellen van collecties. Dus je gaat gewoon alles wat we gehad hebben, gewoon weer in principe weg. We beginnen met carte blanche, we gaan weer op zoek naar nieuwe items, we gaan naar beurzen, we gaan materialen zoeken. En op een gegeven moment gaan mijn designers, die gaan ontwerpen maken met de computer. Deze ontwerpen die worden beoordeeld door de divisiemanagers, de leider van ieder bedrijf. Op een gegeven moment gaan deze designs door naar de fabrieken in het buitenland. Die gaan naar Portugal, die gaan naar Turkije, die gaan naar Hongarije, die gaan naar Indonesië. Daar worden de eerste prototypes gemaakt. Prototypes komen terug naar Nederland. De schoen wordt optisch beoordeeld van ziet er leuk uit. Tevens wordt er een reis gemaakt voor materialen te sourcen. Naar beurzen toe in het Verre Oosten, in Nederland. Nou, op een gegeven moment komen die materialen bij elkaar. Die schoenen komen bij elkaar. En het is ieder half jaar weer een uitdaging dat je bij die winkelier, bij die dealer tevoorschijn kan komen. En zegt van wauw, ik heb hier een collectie waar iedereen over gaat praten. Wij richten ons op de zelfstandige retailers. En de ondersteuning die we doen is bij Bunny anders dan bij Brakkie. Wat doen we bij Bunny? Bij Bunny doen we, aan de ene kant doen wij veel publiciteit maken in alle glossy magazines. Wij gaan op tv, primetime hebben wij commercials en die worden zoveel 100 keer per seizoen uitgezonden. Aan de ene kant. Aan de andere kant doen wij heel veel POS materiaal in de winkel om te onderscheiden, te laten zien dat we aanwezig zijn. Daarnaast hebben we nog actie die wij doen met winkeliers. Dat we zeggen, jullie kunnen gewoon een aantal maanden met een auto rondrijden om te laten zien dat jullie een Twins of een Trekzaal dealer zijn. En wat zie je heel vaak bij Twins en Trekzaal klanten, zijn gewoon klanten, zijn winkeliers, die hebben gewoon vaste klanten. Mensen die komen terug op de goede kwaliteitservaring die ze hebben met Twins, Trekzaal en Brakkies. En de firma Verna is een sprekend voorbeeld, is een klant. We hebben een heel prettige samenwerking mee. We zien een groei in de samenwerking. Een open communicatie, dat is heel belangrijk. Wij vinden ook gewoon van, oké, is iets goed, dan mag het ook gezegd worden. Maar is iets slecht, kan het ook gezegd worden. En ik vind met de firma Verna is gewoon een hele prettige manier van zaken doen. Hoe zou ik Verna Shoe te Mol willen omschrijven, is het volgende. Het is een gespecialiseerde kinderschoenwinkel die zich uitsluitend richt op kwaliteitsschoenen en goed passende schoenen voor de jeugd. De leverancier is voor ons een buitenlandse leverancier en het is soms heel moeilijk als buitenlandse leverancier om een interne markt goed te kennen. Vandaar dat er een heel goede communicatie, feedback gebeurt van ons uit naar de buitenlandse leverancier, in dit geval Van Gasten Shoes. En ik moet zeggen, er wordt goed gehoor aangegeven. En door die goede interactie of goede communicatie wordt een uitzonderlijk goed assortiment samengesteld, perfect voor de Belgische markt. En dat is een van de eigenschappen van Van Gastel Shoes, dat wij jammer genoeg, of misschien juist goed genoeg voor Van Gastel Shoes, niet terugvinden bij andere leveranciers.